الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة وحي على الفلاح

Middle. Wat betreft de incidenten met betrekking tot de slag bij Ohud, heb ik voorbeelden gegeven van de offers van de metgezellen en hun liefde voor de heilige profeet. Onder deze zijn ook incidenten met betrekking tot de moed van Hazrat Ali. Zo wordt over Hazrat Ali in een overlevering vermeld dat ter gelegenheid van de slag bij Ohud. Toen ibn Qamiya Hazrat Musab bin Omar martelde. Hij dacht dat hij de heilige profeet wa sallam, had gemarteld. Daarom keerde hij terug naar de Quraysh en zei dat hij de heilige profeet wa sallam, had gedood. Toen Hazrat Musab werd gemarteld, overhandigde de heilige profeet wa sallam, de vlag aan Hazrat Ali. Vervolgens gingen Hazrat Ali en de overgebleven moslims door met vechten. Hazrat Ali dode de ene na de andere waandeldrager van de ongelovigen. Toen hij een groep ongelovigen zag, droeg de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam Hazrat Ali op om hen aan te vallen. Hazrat Ali dode Amr bin Abdullah Jam'i en verdreef hen. Hierna droeg de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam hem op om een ander contingent ongelovigen aan te vallen. Hazrat Ali dode Shaba bin Malik. En hierop zei Hazrat Gabriel, o, boodschapper van Allah, wa sallam, Hij verdient zeker mededogen. Dat wil zeggen, hij zei dit met betrekking tot Hazrat Ali. Daarop antwoordde de Heilige profeet Sallallahu Alaihi: Voorwaar Ali is van mij en ik ben van Hem. Als antwoord zei Gabriel, ik ben van jullie beiden. De Shia overdrijven deze toespraak ook sterk. Hazrat Ali vertelt dat tijdens de slag bij Ut, toen mensen gescheiden raakten van de heilige profeet sallallahu wa sallam, ik begon te zoeken onder degenen die gemarteld waren en kon de heilige profeet sallallahu wa sallam niet onder hen vinden. Op dat moment zei ik bij God de heilige profeet sallallahu wa sallam was niet iemand die wegliep nog heb ik hem onder de martelaren gevonden maar allah werd ontevreden over ons en verhief zijn profeet sallallahu alaihi wasallam als zodanig is het enige goede dat mij nu nog rest te vechten totdat ik gedood word Hazrat Ali zegt ik brak de schede van mijn zwaard en viel de ongelovigen aan toen ze her en der verspreid waren zag ik de heilige profeet sallallahu alayhi wa in hun midden. Saïd bin Musayyib vertelt dat Hazrat Ali tijdens de slag van Ohud 16 wonden opliep. Over het onderwerp dat schatten van zegeningen worden gevonden na het ervaren van moeilijkheden heeft Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu het volgende geschreven. Terugkerend van de slag van Uhud overhandigde Hazrat Ali zijn zwaard aan Hazrat Fatima en zei: "Was dit zwaard, want het heeft vandaag grote prestaties geleverd. De heilige profeet sallallahu alaihi hoorde deze woorden van Hazrat Ali en zei: "Ali, het was niet alleen jouw zwaard dat dit deed. Er zijn ook veel van je broeders wiens zwaarden wonderen verrichten." De heilige profeet, Sallallahu Wasallam, noemde zes of zeven metgezellen en zei: Hun zwaarden waren niet minder scherp dan die van jou. Um. Er wordt ook melding gemaakt van Hazrat Abu Talhaan Sari. Hazrat Anas vertelt: Op de dag van de slag bij Ochat leden de mensen een nederlaag en werden gescheiden van de heilige profeet, Sallallahu wa Wasallam. Maar Hazrat Abu Talha beschermde de heilige profeet Sallallahu wa Wasallam met zijn schild voor hem. Abu Talha was een sterke, ervaren boogschutter die zijn pijlboog sterk en goed gespannen hield. Op die dag brak hij twee of drie pijlbogen. Dat wil zeggen, hij trok zo hard aan de pees dat de bogen braken. Als iemand van de metgezellen voorbij kwam met een koker vol pijlen, dan zei de heilige profeet Sallallahu tegen hem: Leg het voor Abu Talha. Dat wil zeggen dat hij zo'n goede boogschutter is, dus geef hem je pijlen. Op dat moment stond hij voor de heilige profeet alayhi Alaihi Wasallam. Hazrat Anas vertelt verder. Toen de heilige profeet Sallulahu Alaihi Wasallam begon te kijken naar de vijand door zijn hoofd op te heffen, zei Abu Talha. O boodschapper van Allah, laat mijn ouders geofferd worden omwille van u. Hef alstublieft uw hoofd niet op en maak het niet zichtbaar. Opdat een pijl van de vijand u niet treft, mijn borst wordt geofferd voor de uwe. Deze verwijzing is afkomstig uit een overlevering van Sahih al-Bukhari. Hazrat Anas bin Malik vertelt dat Hazrat Abu Talha de heilige profeet beschermde met één enkel schild. Hij was een uitstekende boogschutter. En telkens als hij pijlen afschoot, keek de heilige profeet sallam, om te zien waar ze landen. Er wordt ook melding gemaakt van de volgende coupletten die Hazrat Abu Talha zou reciteren tijdens de slag van Ochet: Mijn gezicht is er om het uwe te beschermen en mogen mijn leven worden opgeofferd voor het uwe. over Hazrat Abu Talha Ansari heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmad sahib geschreven In de loop van deze pijlenregen brak Abu Talha Ansari drie bogen en stond stevig als een rots en bedekte het lichaam van de heilige profeet sallallahu met zijn eigen schild Dan is er sprake van Hazrat Talha bin Obedullah. De vorige metgezel was een Ansari, dus hij was afkomstig van Medina, terwijl hij, namelijk Hazrat Talha, van de Quraysh was, van Makkah was. Op de dag van de slag bij Ohet werd hij geraakt door pijlen in zijn handen, terwijl hij de heilige Profeet, Sallallahu beschermde. Hazrat Talha nam deel aan de zijde van de heilige Profeet, Sallallahu in de slag van Oghud, hij behoorde tot de metgezellen die vastberaden naast de heilige profeet sallallahu alayhi sallam bleven staan en de belofte aangingen om hun leven op te offeren. Toen Malik bin Zubair een pijl afschoot op de heilige profeet sallallahu alayhi beschermde Hazrat zijn gezicht door zijn hand in de weg te leggen. De pijl raakte zijn pink, waardoor deze onbekwaam werd. Toen de eerste pijl insloeg, maakte hij een ziegeluid van de pijn. De heilige profeet wasallam zei, als hij Bismillah had gezegd, zou hij het paradijs zijn binnengegaan in een staat waarin de mensen getuigen van hem zouden zijn. De details van dit incident zijn terug te vinden in een overlevering van Sirat al-Khalabiya. bin Abu Hazim verklaart, op de dag van de slag bij Uhud zag ik de toestand van de hand van Hadrat bin ubadullah, die ernstig gewond was geraakt, terwijl hij de heilige profeet sallallahu a sallam beschermde in een overlevering staat, dat hij door een speer werd geraakt en dat er zoveel bloed vloeide, dat hij bewusteloos viel van de zwakte. Hazrat Abu Bakr besprenkelde hem met water totdat hij weer bij bewustzijn kwam. Toen hij weer bij bewustzijn kwam, vroeg hij onmiddellijk of het goed ging met de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Abu Bakr antwoordde door te zeggen, het gaat goed met hem en hij zelf heeft mij naar jou gestuurd. Hazrat Alha zei toen, Alhamdulillah, alle lof behoort aan Allah. Na het leren van het welzijn van de heilige profeet is elke ontbering onbeduidend. Aisha en Umm Ishaq, die twee dochters waren van Hazrat Alha, hebben beiden verteld. Dat op de dag van Ohet onze vader 24 gewonden opliep. Zijn hoofd liep een diepe wond op en een slagader in zijn voet werd doorgesneden. Zijn vinger raakte verlamd en de overige wonden zaten op zijn torso. Hij was nauwelijks bij bewustzijn. De heilige profeet Sallulalaslam van Allah, zijn twee voortanden waren gebroken en zijn gezicht was gewond. Ook hij was bewusteloos. Hazrat Al-Ha droeg de heilige profeet sallallahu alayhi wa op zijn rug terwijl hij achteruit liep, zodat telkens wanneer een vijand hem aanviel, hij hem afweerde totdat hij een nabijgelegen vallei bereikte en de heilige profeet sallallahu alayhi wa ergens tegenaan leunde. Hazrat Musleh Maud noemt de volkomen onzelfzuchtige toewijding van deze metgezellen en hun bereidheid om alles op te offeren tijdens de slag om Ohud in de volgende woorden. Op de dag van Uhud toen Khalid bin Walid plotseling de moslims aanviel en de moslims gescheiden raakten, renden sommige metgezellen naar de heilige profeet en verzamelden zich om hem heen. Een groep van hooguit dertig mensen. De ongelovigen vielen het gebied waar de heilige profeet sallallahu alayhi wasalam, stond met grote kracht aan. Eén voor één vielen de moslims in de ring onder de slagen van de Mekkaanse zwaardvechters. Vanaf de heuvel stuurden de boogschutters salvos pijlen naar de heilige profeet sallallahu alayhi wasalam. Op dat moment zag Talha, een van de Quraysh, en de Mohajirin, namelijk de Mekkaanse moslims die naar Medina waren gemigreerd. Hij zag dat de vijandelijke pijlen allemaal op het gezicht van de heilige profeet al-Islam al waren gericht. Hij strekte zijn hand uit en hield die tegen het gezicht van de heilige profeet Celul al -Islam. Pijl na pijl trof Tallah's hand. Maar toch weigerde deze uiterst toegewijde metgezel zijn hand te laten vallen. De pijlen bleven zijn hand in zo'n grote getale raken dat deze uiteindelijk volledig onbekwaam werd. Talha verloor zijn hand en liep de rest van zijn leven rond met een stomp. Vele jaren later, in de tijd van de vierde kalif van de islam, toen interne oneenigheden hun kop hadden opgestoken, werd Talha beschimpend door een vijand beschreven als de handloze Talha. Hierop antwoordde een andere metgezel: Handeloos, ja. Maar inderdaad, een zeer gezegende. Weet je waar hij zijn hand verloor? Bij de slag van Ohet, waarin hij zijn hand ophief om het gezicht van de heilige profeet sallallahu Alaihi Wasallam te beschermen tegen de pijlen van de vijand. Na de slag bij Ohet vroeg iemand aan hazrat deed het geen pijn toen de pijlen je hand doorboorden en schreeuwde je het niet uit van de pijn? hazrat antwoordde, ja, het deed pijn en ja, mijn keel wilde een kreet slaken maar ik liet het er niet uit op dat door dit te doen mijn hand zou bewegen en het gezicht van de heilige profeet sallallahu blootgesteld zou worden aan de inkomende pijlen Hazrat Saad bin Abi Waqqas behoorde ook tot de onbaatzuchtige metgezellen die verbazingwekkende moed en loyaliteit toonden bij deze gelegenheid Aisha bint Saad vertelt van haar vader dat. toen de vijand terugkwam voor een tweede aanval, ik naar één kant manoeuvreerde met de gedachte dat ik ofwel hen zou uitschakelen en redding zou krijgen, of sterven terwijl ik het probeerde en het martelaarschap zou bereiken. Plotseling zag ik een individu met een rood gezicht die op het punt stond door de afgodendienaars, de moeshrikien, overwonnen te worden, toen hij een stel stenen greep en ze naar de ongelovigen gooide. Toevallig verscheen Mikdaad tussen die persoon en mij in. Toen ik Mikdaad wilde vragen wie ik had gezien, riep Mikdaad naar me en zei, O Saad, dat was de heilige profeet, sallallahu alayhi wasallam." en hij riep jou. Dus stond ik op en plotseling voelde het alsof ik helemaal geen pijn had geleden. Toen ik bij de heilige profeet sallallahu alayhi wa kwam, liet hij me voor hem zetten. Ik schoot pijlen en bad, O Allah, dit is uw pijl. Mogen het uw vijand vernietigen. En de heilige profeet sallallahu alayhi wa zou zeggen, O Allah, aanvaard Saads gebed. O Allah, zorg dat Saads doel treft. O Saad, mogen mijn moeder en vader voor jou opgeofferd worden. Als het Saad beschrijft, terwijl hij dit vertelt, dat... Ik op dat moment het gevoel had alsof er een engel in mijn nabijheid was, neergedaald en aan mijn zijde aan het vechten was. Later vertelde iemand me dat die persoon in feite de heilige profeet Sallallahu Alaihi zelf was. Het lijkt erop dat er ofwel verschillende toestanden van visioenen waren die mensen ervoeren, of misschien gebeurde het echt zo. In ieder geval was hij fysiek in de beurt van de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Saad vertelt dat bij elke pijl die ik afschoot, de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam bad, O oh Allah, maak zijn doel perfect en aanvaard zijn gebed. Toen ik de pijlen uit mijn koker ophad, plaatste de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zijn pijlen voor mij en overhandigde mij een pijl zonder punt of verenkleed, die uiteindelijk nog sneller was dan de andere pijlen. Alama Zahri schrijft dat op die dag Hazrat Saad ongeveer duizend pijlen afvuurde. Hazrat Mirza -e het Ahmad Sahib heeft geschreven over Hazrat Saad bin Abiwakas, toen er tijdens de slag om het maar weinig metgezellen op wacht bleven rond de heilige profeet sallallahu. De heilige profeet Sallallahu overhandigde pijlen aan Saad zelf, en Saad bleef de vijand overladen met pijl op pijl. Op een gegeven moment richtte de heilige profeet sallallahu zich tot Saad, zeggende: Mogen mijn moeder en vader worden geofferd voor u? Ga door met het schieten van pijlen. Zelfs tot het einde van zijn leven zou Saad met grote trots aan deze woorden van de heilige profeet sallallahu terugdenken. Eén overlevering zegt dat Hazrat Saad binnen Abihukaas verklaart: Tijdens de slag bij Ahud nam de heilige profeet sallallahu pijlen uit zijn koker en legde ze voor mij neer om te schieten. En de heilige profeet sallallahu alayhi wa zei, blijf pijlen schieten, mogen mijn moeder en vader voor jou worden opgeofferd. Hazrat Ali verklaart, behalve Hazrat Saad bin Abi kaas, heb ik de heilige profeet sallallahu nooit iemand anders het gebed horen geven, dat zijn vader en moeder voor hen geofferd moesten worden. De heilige profeet sallallahu zei tegen Hazrat Saad tijdens de slag bij Oghed, mogen mijn moeder en vader voor jou geofferd worden, blijf pijlen schieten. O jonge man van machtige kracht, blijf pijlen schieten. Er is echter ook een ander verhaal in Bukhari, dat naast Hazrat Saad de naam van Hazrat Zubair bin Awam ook in de geschiedenis voorkomt, tegen wie de heilige profeet Sallulal zei, mogen mijn moeder en vader voor jou opgeofferd worden. Op dezelfde manier wordt er ook melding gemaakt van het offer van Hazrat Abu Dujana. Het is vermeld in een overlevering dat tijdens de slag van Ohet Hazrat Abu Dujana optrad als een schild om de heilige profeet Sallulaluslim te beschermen. Zo stond hij voor de heilige profeet Sallulaluslim met zijn gezicht naar hem toe. Welke pijl ook zijn kant op zou komen, zou de rug van Hazrat Abu Dujana raken. Hij bukte terwijl hij stond en nam alle pijlen in zijn rug op in die mate dat ontelbare pijlen zijn rug doorboorden over de standvastigheid van Hazrat Abu Dujana schrijft Hazrat Mirza Bashir -e Ahmad sahib. Voor een zeer lange tijd Dujana beschermde Abu het lichaam van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam met zijn eigen en zou elke pijl en steen naar zijn eigen lichaam nemen dit ging zo ver dat zijn lichaam zwaar doorboord werd met pijlen maar hij zuchtte niet eens, opdat zijn lichaam niet zou terugdijzen en de heilige profeet sallallahu -e alaihi ook maar enigszins blootgesteld zou worden aan een enkele pijl. Dan is er Hazrat Sahel bin Hunayf die tot de eminente metgezellen behoorde. en grote standvastigheid toonde tijdens de slag van Ohud. op die dag beloofde hij trouw aan de heilige profeet sallallahu alayhi om bereid te zijn zijn leven op te offeren op dat moment stond hij als een schild recht tegenover de heilige profeet sallallahu alayhi toen de moslims verstrooid raakten door de sterke aanval van de vijand schoot hij op die dag pijlen namens de heilige profeet sallallahu alayhi de heilige profeet sallallahu alayhi zei geef de pijlen door aan Sahel, want pijlen schieten is een gemakkelijke taak voor hem Dan is er ook nog sprake van een vrouwelijke metgezel, Hazret Omeyamara, die de voorbeeldige dapperheid toonde in de slag om Ahud. En ze was een trouwe en toegewijde metgezel. Haar volledige naam was Omeyamara Mazenia, Hazret Omeyamara's eigenlijke naam, was Moseba. Zij was de vrouw van Hazrat Zaid bin Asim. Zij was de vrouw van Hazrat Zaid bin Asim. Hazrat Amara zelf vertelt... Tijdens de slag van Oghed vertrok ik... om te zien wat de mensen aan het doen waren. Ik had een kleine waterfles gevuld met water bij me... die ik meenam om de gewonden water te geven... tot het punt... Dat ik de heilige profeet sallallahu alaihi bereikte. Op dat moment bevond hij zich onder de metgezellen en de moslims bevonden zich in een dominante positie. Wat betekent dat het de vroege fase van de strijd was? Toen raakten de metgezellen plotseling verstrooid. Dit verwijst naar het incident van de mensen die de berg was onbewaakt achterlieten en de afgodendienaars vielen van achteren aan. Ze zegt. In dit stadium, namelijk op dat moment, voerden de afgodendienaars van alle kanten aanvallen uit op de heilige profeet, Sallallahu Alaihi Wasallam. Toen ik dit zag, stond ik op en begon ook te vechten. Ik weerhield de vijanden ervan om met een zwaard in de buurt van de heilige profeet, Sallallahu Alaihi Wasallam, te komen. Tegelijkertijd schoot ik pijlen uit mijn koker, zodanig dat ik zelf gewond raakte. Ze liep een zeer diepe wond op aan haar schouder. Toen haar gevraagd werd wie haar verwondde, zei ze dat Ibn Ekamea dat deed. Hazrat omara vertelt, toen de metgezellen plotseling verstrooid raakten en gescheiden werden van de heilige profeet. Toen ging hij naar voren en zei: wijs Mohammed naar mij, want als hij vandaag overleeft, laat het dan bekend zijn dat ik niet zal overleven. Wat betekent dat vandaag of hij zal overleven of ik zal overleven? Toen hij dichterbij kwam, blokkeerde Hazrat Musa bin Omar en ik zijn pad. Op dat moment viel hij me aan. Hij bracht deze verwonding toe tijdens de aanval. Dat betekent deze schouderverwonding waar ze haar naar vroegen. Hij is degene die het heeft toegebracht. Ik probeerde vele slagen uit te delen, zegt ze, maar die vijand van God droeg twee lagen harnas. Sommige geleerden hebben geschreven dat op de dag van de slag van Ohet, Hazrat Nusayba naar de slag ging samen met haar man Hazrat Zaid bin Asim en haar twee zonen Hazrat Ghubaib en Hazrat Abdullah. En de heilige profeet, Sallallahu Alaihi Wasallam, zei tegen hen allen: Mogen Allah zijn genade over jullie hele huishouden laten regenen? Of volgens een andere overlevering zei hij: Mogen Allah de Almachtige jouw huishouden zegenen? Niettemin. Toen dit gebed werd verricht door de heilige profeet, Sallallahu Alaihi Wasallam, onderwierp Hazrat al of Nusabba zich aan hem en zei. Bid alsjeblieft tot Allah de Almachtige dat wij samen met u in het paradijs zijn. Terwijl hij een gebed uitsprak, antwoordde de heilige profeet sallallahu alayhi wa O Allah, schenk hun nabijheid en gezelschap aan mij in het paradijs. Onmiddellijk zei Hazrat Meymara, nu kan het me niet schelen wat er mij gebeurt in dit leven. De gift van dit gebed is voldoende voor mij. Met betrekking tot haar zei de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam, eens... Tijdens de slag om Ohhet, of ik nu naar rechts of naar links keek, ik zag haar mij verdedigen en vechten tegen de vijand. Tijdens de slag om Ohhet liep Hazrat Ummiamara twaalf wonden op, waaronder die van speren en zwaarden. Over Hazrat Ummiamara schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Er was ook een moslimvrouw met de naam Amara. Die zich een weg vocht naar de heilige profeet Sallallahu. Op dat moment rukte Abdullah bin Qamiya op om de heilige profeet Sallallahu te slaan. Deze moslimvrouw ging onmiddellijk naar voren en ving de klap op. Daarna nam ze haar zwaard stevig vast, richtte en vergelde met haar eigen slag. Echter, hij was een man gekleed in een dubbel harnas. En dit was een zwakkere vrouw. Om deze reden was haar slag niet in staat om het doel te penetreren. Ibn Qamiya sneed moedig dwars door de moslim en net voordat de metgezellen hem konden stoppen, bereikte hij de nabijheid van de heilige profeet Sallulalushu. Zodra hij daar aankwam, sloeg hij met zo'n kracht en meedogenloosheid op het gezegende gelaat van de heilige profeet Sallulalushu, dat de harten van de metgezellen beefden van angst. De moedige tulha stormde naar voren en ving de klap op in zijn blote hand. Maar het zwaard van Ibn Kamia hakte zijn hand af en het viel op de flank van de heilige profeet. Door de genade van God werd er geen wond opgelopen, omdat de heilige profeet. gekleed was in een dubbele wapenrusting. En de kracht van de klap was ook zwak geworden door de moedige daad van Talha. Maar door deze schok nam de heilige profeet. een draaibeweging en viel op de grond. Ibn Kamia heeft nog een kreet van vreugde op en zei. Ik heb Mohammed sallallahu alaihi gedood. Toen hij de heilige profeet sallallahu alaihi raakte, viel Ibn Qamiya achterover, terwijl hij een slogan van vreugde riep en in zijn eigen fantasie dacht dat hij de heilige profeet sallallahu alaihi had gedood. Echter zodra de heilige profeet sallallahu alaihi de grond raakte, tilden Hazrat Ali en Talha hem op, toen de moslims er zeker van waren dat de heilige profeet sallallahu alaihi leefde en veilig was, lichtten hun verbleekte gezichten op in vreugde. Langzaam, maar zeker, begon de hitte van de strijd af te nemen, deels vanwege de reden dat de ongelovigen enigszins ontspannen waren geworden in de overtuiging dat Mohammed sallallahu alayhi, de boodschapper van Allah, was gemarteld. Daarom leidden zij hun aandacht af van de strijd en begonnen hun doden te verzorgen, terwijl anderen de lichamen van de moslims martelaren begonnen te verminken. Aan de andere kant hadden de meeste moslims zich ook verspreid. Tijdens deze oorlog zijn er verslagen van een gesprek met Abu Sufyan en ook waarom de Korijs zich terugtrokken. Op de dag van de slag bij Hud, toen de heilige profeet sal Salallahu Alaihi Wasallam samen met zijn metgezellen de berg opging, werd hij achtervolgd door de ongelovigen. Volgens een verhaal in Sahih al-Bukhari riep Abu Sufyan drie keer en zei: Is Mohammed onder jullie? Sallallahu Alaihi Wasallam. De heilige profeet sallallahu alayhi wa weer heel de metgezellen ervan te antwoorden. Daarna vroeg hij drie keer... Is de zoon van Abu Kahafa, dat wil zeggen Abu Bakr, onder jullie? Daarna vroeg hij drie keer... Is Ibn Khattab, dat wil zeggen Omar, onder jullie? Hij keerde toen terug naar zijn volk en zei dat zij gedood waren. Toen Hazrat Omar dit hoorde, kon hij zich niet beheersen en riep uit... O vijand van Allah, bij God, je hebt gelogen. Degenen die jij genoemd hebt, leven allemaal nog. Er zijn vele tegenslagen die in jullie lot overblijven. Dit is ook een overlevering van Bukhari. Abu Sufyan antwoordde: Deze slag is wraak voor de slag van Badr. Oorlog is onvoorspelbaar. Soms verschuift het fortuin ervan naar de ene kant en soms naar de andere. Jullie zullen onder jullie de lijken vinden van zulke mensen. Van wie de oren en neuzen zijn afgesneden. Dat wil zeggen, ze zijn vermengd. Ik heb niet bevolen dat dit uitgevoerd moest worden, maar ik vind het ook niet afkeurenswaardig. Toen begon hij de zin te reciteren. Glorie aan Hubbel, glorie aan Hubbel. De heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam zei toen, willen jullie hem nu niet antwoorden? De metgezellen vroegen, O profeet van Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wat zullen we zeggen? De heilige profeet zei: "Verkondig, verhevenheid en grootheid behoren alleen Allah de verhevene toe." Abu Sufyan antwoordde: "Wij hebben Ozza, maar jullie hebben geen Ozza." De heilige profeet zei: "Ga jij hem niet antwoorden?" Barab Barabin Azib zegt dat de metgezellen zeiden: "O profeet van Allah, sallallahu alayhi wasallam, wat moeten we zeggen?" De heilige profeet sallallahu alayhi zei: "Zeg Wij hebben Allah die onze helper is, maar jullie hebben geen helper. Hierna zei Abu Sufyan, Hierop richtte Abu Sufyan zich luidrechtig tot de moslims en zei, Volgend jaar zullen we opnieuw tegenover jullie staan, bij Badr. De heilige profeet sallallahu alayhi wa droeg een van zijn metgezellen op om te antwoorden, zeggende, Voorwaar, onze ontmoeting is beloofd. Hazrat Mirza Bashir Sahib schrijft in het leven en karakter van het zegel der profeten, terwijl de moslims bezig waren met het verzorgen van de gewonden. Aan de andere kant, op het slagveld beneden, waren de Korijs van Makkah de lichamen van de moslims martelaren zeer meedogenloos aan het verminken. De vrede gewoonte van Muthla, namelijk het verminken van de dode lichamen, werd uitgevoerd met al zijn barbaarsheid... En de bloeddorstige beesten van Makkah deden wat hun hart begeerde met de lichamen van de moslimmartelaren. De vrouwen van de Korijs sneden de neuzen en oren van de moslims af en droegen ze als slingers. Hind de vrouw van Abu Sofian sneed de lever van Hadred Hamza uit en koude erop. Vandaar in de woorden van Sir William Muir. Vele daden van barbaarse verminking werden gepleegd op de gedoden. De opperhoofden van Makkah zochten lang en hard naar het lichaam van de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam op het slagveld, en hun ogen verlangden een vurig naar om getuige te zijn van deze aanblik, maar wat niet te vinden was, kon niet gevonden worden. Dat wil zeggen, het was onmogelijk, omdat de heilige profeet Sallulallahu Alaihi Wasallam er niet was. Toen Abu Sufyan de hoop in deze zoektocht had verloren, nam hij een paar van zijn volgelingen en ging naar de bergpas, waar de moslims zich hadden verzameld, en staande ernaast riep. O moslims, is Mohammed onder jullie? De heilige profeet, sallallahu alayhi wa verbood iedereen te antwoorden en dus bleven de metgezellen stil. Toen informeerde hij naar Abu Bakr en Omer, maar zelfs hierop antwoordde niemand, in overeenstemming met de instructies van de heilige profeet, sallallahu alayhi Hierop riep hij op een zeer arrogante toon met luide stem: Al deze mensen zijn gedood, want als ze nog hadden geleefd, zouden ze hebben geantwoord. Hierop kon Hazrat Omer zich niet inhouden en zei: Onbedaarlijk. O vijand van Allah, jij licht. Wij leven allen, en Allah zal jullie door onze handen te schande maken. Toen hij de stem van Hazrat Omer herkende, zei Abu Sofian: Vertel de waarheid Omer, leeft Mohammed nog? Inderdaad, inderdaad, zei Hazrat Omer. Bij de gratie van God leeft hij en luistert hij naar elk woord van jou. Met een relatief lage stem zei Abu Sufyan, Dan heeft Ibn Qamea gelogen. Want ik beschouw jou als meer waarheidsgetrouw dan hij. Hierna riep Abu Sufyan uit, dat wil zeggen, O Hubbel, verheven is uw naam, op instructie van de heilige profeet Sallulalusalem zwegen de metgezellen eerst, omdat de heilige profeet Sallulalusalem het hen verbood. Maar de heilige profeet, die stilte beval voor zijn eigen naam, werd onrustig bij het horen van de naam van een afgod, en met de naam van God de verhevene. Waarom antwoorden jullie niet? Zei De heilige profeet sallallahu de metgezellen, metgezellen antwoorden O boodschapper van Allah hoe zullen wij antwoorden De heilige profeet sallallahu zei verkondig verhevenheid en grootheid behoren alleen Allah de verhevene toe Abu Sufyan antwoordde Wij hebben ozza maar jullie hebben geen ozza De heilige profeet sallallahu droeg de metgezellen op om te zeggen Allahu wij hebben Allah, die onze helper is. Maar jullie hebben geen helper. Hierna zei Abu Sufyan, Strijd is als een emmer. Soms komt het omhoog en soms valt het. Beschouw deze dag als een vergelding voor Badr. Jullie zullen op het slagveld lichamen vinden die vermengd zijn. Ik heb dit niet bevolen, maar toen ik erachter kwam, Vond ik deze actie van mijn mannen ook niet onaangenaam. Volgend jaar zullen we elkaar weer ontmoeten bij Badr in dezelfde dagen. Volgens de instructie van de heilige profeet zullen de antwoorden met gezel. Goed dan, we zullen elkaar weer ontmoeten. Na dit gezegd te hebben daalde Abu Sofian af met zijn volgelingen en snel daarna nam het leger van de Quraysh de weg naar Mekka. Hazrat Mirza Bashira, met Sahib schrijft verder. Het is vreemd om op te merken dat bij deze gelegenheid, hoewel de Korijs een overwinning hadden behaald op de moslims en met betrekking tot hun klaarblijkelijke middelen, als zij hadden gewild, zij verder hadden kunnen profiteren van deze gelegenheid. En er was zeer zeker de mogelijkheid om Medina aan te vallen. De macht van God was echter zo groot dat de Quraysh... ondanks deze overwinning, in hun harten vol ontzag waren. En omdat zij de overwinning op het veld van Uhud als een gelukkige overwinning beschouwden, dachten zij dat het verstandig was om zich naar Mekka te haasten. Desondanks zond de heilige profeet sallallahu uit voorzorg onmiddellijk een groep van 70 metgezellen, waaronder ook Hazrat Abu Bakr Siddiq al anhu en Hazrat Zubair, om het leger van de Courage te achtervolgen. Dit is het verhaal zoals het is verteld in Bukhari, de manier waarop de meeste historici het verhaal beschrijven is dat de heilige profeet Sallallahu -e alayhi Hazrat Ali, of in het licht van verschillende vertellingen, Sa'd bin Abi Waqas, in de voetsporen van de Quraysh stuurde en hem opdroeg nieuws te brengen of het leger van de Quraysh van plan was Medina aan te vallen. De heilige profeet Sallallahu -e alayhi vertelde hem vervolgens dat als de Quraysh op hun kamelen zaten, en hun paarden onbereden meereisden, zij Ze er zeker van moesten zijn dat zij naar Makkah terugkeerden en niet van plan waren Medina aan te vallen. Als zij echter te paard waren, dan zouden zij weten dat hun bedoeling niet goed was. De heilige profeet Sallallahu instrueerde hem streng dat als het leger van de Koraj op weg was naar Medina, hij onmiddellijk op de hoogte moest worden gebracht. En in een staat van grote passie zei hij: "Op dit moment als de Quraysh Medina aanvallen, bij God, we zullen tegen hen vechten en hen een koekje van eigen deeg geven." Aldus gingen de mannen die door de heilige profeet sallallahu alayhi waren uitgezonden en keerden snel terug met het goede nieuws dat het leger van de Quraysh op weg was naar Makkah. Terwijl hij vermeldt dat de heilige profeet sallallahu alayhi bewusteloos raakte als gevolg van zijn verwondingen. En de incidenten die daarop volgden, verklaart had ze het moslimhoud Radjil-Talenho. Een korte tijd later kwam de heilige profeet Sallulaluslim weer bij bewustzijn, en de metgezellen stuurden mannen in alle richtingen van het slagveld om de moslims te informeren dat ze zich moesten verzamelen. Het vluchtende leger begon zich te hergroeperen, en de heilige profeet Sallulaluslim bracht hen naar de voet van een berg. Toen wat overbleef van het leger in de berg was, riep Abu Sufyan luid uit, we hebben Mohammed sallallahuis gedood. De heilige profeet Sallallahu reageerde niet op Abu Sufiaan om de vijand niet te waarschuwen over wat de realiteit was en hen zo te leiden tot het lanceren van een aanval, waardoor de gewonde moslims werden blootgesteld aan een andere vijandelijke aanval. Bij het niet ontvangen van enige reactie van het moslimleger, werd Abu Sufiaan er zeker van dat zijn vermoeden juist was en verkondigde met luide stem. We hebben ook Abu Bakr gedood. De heilige profeet Sallallahu -e droeg Abu Bakr op om ook niet te reageren. Toen riep Abu Sufyan uit: We hebben ook Omer gedood. Omer, die een zeer hartstochtelijke man was, wilde reageren door te zeggen: bij de gratie van God, wij leven nog en zijn klaar om jullie te bestrijden, maar de heilige profeet Sallallahu -e verbood hem dit te doen, zeggende dat hij de moslims niet in moeilijkheden moest brengen en moest zwijgen. Nu waren de ongelovigen ervan overtuigd dat zij de zichter van de islam en zijn rechter en linkerarm hadden gedood. Hierop hieven Abu Sufian en zijn kameraden luidkeels de leuzen aan. Groot zij de glorie van onze eerbare afgod Hubel, want hij heeft vandaag de islam verslagen. Als er het Muslimmoud al anhoud vervolgd, de heilige profeet sallallahu die had geadviseerd om te zwijgen. Toen zijn dood werd afgekondigd en de dood van Abu Bakr en Omer werd aangekondigd, zodat het vijandelijke leger niet zou omkeren en de reeds gewonde moslims zou aanvallen, en zo het handjevol overgebleven moslims zou martelen. Maar toen nu de eer van de ene God in twijfel werd getrokken en er op het slagveld een leuze van het associëren van deelgenoten met God werd opgeworpen, een leuze van shirk, werd zijn geest angstig en met grote hartstocht wende hij zich tot de metgezellen en zei. Waarom reageren jullie niet? De metgezellen zeiden: O boodschapper van Allah, wat moeten we zeggen? De heilige profeet zei: Zeg, je liegt als je zegt dat Hobbel groot is. Jullie liegen. Allah die één is en geen deelgenoten heeft, is eervol en is de grootste. Op deze manier liet de heilige profeet Sallulayhi Sallam hen ook weten dat hij nog leefde. Deze moedige en dappere reactie had zo'n diepe impact op het ongelovige leger dat, ondanks dat hun hoop door deze reactie tot stof was vergaan, en ondanks het feit dat er slechts een handvol gewonde moslims voor hen stonden, en het met alle materiële middelen gemakkelijk voor hen zou geweest om hen aan te vallen en te doden, zij niet de moed hadden om nog een aanval in te zetten, zij verheugden zich over de mate van overwinning die zij al hadden behaald en keerden terug naar Mecca. Azaret Muslim Maoudradialaut Alanho heeft dit incident bij verschillende gelegenheden vanuit verschillende perspectieven genoemd, die in de toekomst verder genoemd zullen worden, als God het wil. Blijf bidden voor de algemene toestand van de Palestijnen, zoals ik voortdurend in herinnering breng. Er is nieuws dat er misschien pogingen worden ondernomen om de gevechten in Gaza te beëindigen, en misschien zal de Israëlische regering hiermee instemmen. De kans dat er een oorlog uitbreekt aan de grens met Libanon lijkt echter toe te nemen, wat gevolgen zou hebben voor de Palestijnen op de westelijke Jordaanover. Er is geen spoor van rechtvaardigheid in de westerse regeringen. Er is geen spoor van rechtvaardigheid in de westerse regeringen. Nu verklaren Westerse commentatoren openlijk. Dat het onrecht alle grenzen heeft overschreden. De president van de VS wakkert deze oorlog alleen aan om hun eigen economie te verbeteren. Omdat dit hun inkomen via de wapenhandel verhoogt. Nu zeggen hun eigen analisten dat de VS deze oorlog probeert te verlengen en wanorde in de wereld creëert. Om hun eigen economie te verbeteren. Ze beseffen niet dat ze de toren van Allah, de Almachtige, niet kunnen ontlopen. Ahmadis moeten door gebeden en het bereiken van hun contacten hun rol spelen om deze vreedheden te voorkomen. Onlangs was er ook nieuws dat de VS en het Verenigd Koninkrijk de financiering van een VN-agentschap dat hulp verleent hebben stopgezet. Ze weigerden dit te doen omdat er elf of twaalf leden van Hamas bij betrokken waren. En als gevolg hiervan plegen ze het onrecht om de Palestijnen niet te helpen. Dit is niets anders dan een truc om de Palestijnen te dwingen. Maar het is verbazingwekkend dat als de westerse wereld hun hulp heeft stopgezet, waarom is er dan geen nieuws van een van de moslimlanden die de rijkdom van olie hebben en aankondigen dat ze in plaats daarvan hulp zouden bieden? Het VN-agentschap heeft aangekondigd dat als ze geen hulp ontvangen, ze na februari geen hulp meer kunnen bieden. Mogen Allah de Almachtige deze moslimlanden in staat stellen om hun rol te spelen en mogen er een einde komen aan de wanorde in de wereld? Nu is er ook een risico op een oorlog met Iran. Bid ook voor de Ahmadis in Jemen. Een oprechte Hamadis sirf toen hij gevangen zat, of gevangen werd gehouden omdat hij niet de juiste medische zorg kreeg. Details zijn moeilijk te verkrijgen. Bid in ieder geval ook voor deze mensen die in moeilijkheden verkeren. Als ik meer details ontvang, zal ik als God het wil zijn begrafenisgebed leiden. Bid ook voor de Hamadis in Pakistan. Ahmadi's worden altijd tot doelwit gemaakt voor politiek gewin. Ook wordt de gemeenschap bedreigd door bepaalde extremistische groeperingen. Leden van de gemeenschap worden waar dan ook in Pakistan geconfronteerd met een tweevoudig gevaar: Eén vanwege het feit dat zij een burger zijn, en de andere vanwege het feit dat zij Ahmadi zijn. Bid voor de Ahmadi's in Rabwa en alle andere steden: Mogen Allah de Almachtige hen in zijn bescherming houden, mogen hij het kwaad van de boosdoeners op hen terugdraaien, mogen Allah de Almachtige Ahmadis in elk land beschermen, mogen de wereld de realiteit erkennen dat er geen andere weg is dan zich tot Allah de Almachtige te wenden. De enige manier voor hen om te overleven is Allah te erkennen en degene die door hem gezonden is te accepteren. Mogen Allah de Almachtige hen daartoe in staat stellen. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمدا عبده ورسوله الله